Hoi, ik ben Tom Lassing, buurtverbinder bij Pleinbest.nl. Pleinbest bestaat nu ruim 3 jaar en is nog steeds aan het groeien. En ik wil het nu even over die groei van Pleinbest hebben. De site heeft namelijk het afgelopen jaar een 48,76% meer unieke bezoekers getrokken. En dat is een mooie groei. En ook het aantal pagina-weergaven nam toe met maar liefst 39,7%. Nou, dan is er wel duidelijk vanuit die beide cijfers dat het aantal pagina's per bezoeker wel iets terug is gelopen. Je kan niet alles hebben. Verder is het zo dat 625 bewoners van Best een account hebben. Er zijn veel en veel meer bezoekers van de site, maar wil je zelf ook iets plaatsen, dan zou je een account op de site moeten hebben. Kost niks, alleen even wat moeite om het op te zetten. Maar 625 Bestenaren hebben dat al gedaan. Dat is mooi. Als ze dat vergelijken bij andere plaatsen in Nederland waar ze hetzelfde systeem hebben, dan doen we het heel goed. Verder is het zo dat die groei is trouwens 44% is dat gegroeid in een jaar tijd. Dus dat is echt heel netjes. Aantal pagina's op de site is nu 333. En denk je, ja, zijn er dan maar 333 pagina's? Nee, zo'n pagina op de site is als een bewoner of een stichting of een vereniging of een belangengroep of een bedrijf een eigen pagina op de site wil hebben. Hoe ziet dat eruit? Laat ik je eventjes zien. Als je bijvoorbeeld gaat zoeken naar, en ik pak er eventjes eentje die recent is. Dat is namelijk een heel leuk initiatief Groen Doen. En daar gaan we naar zoeken. En wat je dan vindt is dat ze een eigen pagina hebben gemaakt. En die vinden we hier. Groen Doen. En wat je dan ziet is wat het is. Dat zie je hier, wie er betrokken zijn. En je ziet ook de berichten die ze hebben geplaatst. En op die manier kan je heel makkelijk een eigen pagina aanmaken op Pleinbest. Nou, een andere pagina is bijvoorbeeld Harrepan. En dan gaan we hier naar kijken en dan zie je direct wat daar nog kan gebeuren. Harrepan, de gids, dan klik je hierop. En wat heeft Harrepan? Heeft wel heel mooi een logo, maar ze hebben nog geen header. Nou, in een volgende video zal ik laten zien hoe je zo'n header kan plaatsen. Want dit is gewoon jammer dat die site nog niet af is. Maar ja, ik vind het wel leuk dat ze een pagina hebben staan. Je ziet ook alle artikelen die ze hebben geplaatst. En ze staan nu ook op dit moment voor op de website, want ze bestaan 20 jaar. Maar dit kan dan net even ietsje mooier om hier dan een header te plaatsen. Ja, dan maakt het dan net af. Nou, zou ik nog een laatste wil ik even laten zien. Natuurtuinen. En ook die netjes. Logo, fotootje voor in de header. En ja, goed, je hebt dan het een en ander wat erin staat aan artikelen, video's en dergelijke. Kan allemaal. Dus dat kan allemaal op deze site. Zeker als je vereniging of belangenclub bent en je hebt nog geen eigen website, dan zou ik gewoon hier heel snel iets opzetten. Kom nog een video aan met hoe je die header erop kan zetten. Maar eigenlijk zie je dan ook hoe je zo'n hele pagina kan plaatsen. Het kost niks. Het ook weinig moeite. Het is gewoon een invuloefening. Komt helemaal goed. Maar goed, hoe dan ook, dit ging eventjes over de groei van Pleinbest. Het gaat hartstikke goed. We kunnen nog wel buurtverbinders gebruiken. Dus heb je interesse om iets te doen voor Pleinbest? Niet alleen maar de site. Hè. We zijn juist er om te zoeken, ontmoeten en vinden. Daar kunnen we heel veel in doen, in heel Best. Dus het gaat niet alleen maar om die website. Die website is alleen maar een plek online. Maar we willen veel meer doen. Maar daar hebben we mensen voor nodig om dat te kunnen doen. Dus heb jij wat tijd vrij of wil je wat tijd doneren? Ja, dan kan dat bij Pleinbest. Neem dan even contact met ons op via de website. Komt het helemaal goed. Dan laat ik het bij voor deze keer. Tot de volgende keer. Houdoe.